Mijn naam is Bas Oldenburg, ik ben maagdarmleverarts. Ik werk hier op de afdeling maagdarmleverziekte van het UMC Utrecht. En ik houd mij vooral bezig met chronische ontsteekziekte van de darm. Dat gaat dan om de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, die samen ook wel IBD worden genoemd, Inflammatory Bowel Diseases. Dat zijn aandoeningen die chronisch zijn. En omdat je vaak vroeg in het leven al daarmee geconfronteerd wordt, heb je dus je hele leven last van dit soort problemen. En waar gaat het dan om? Het gaat vooral om mensen die last hebben van periodes van diarree, bloedverlies, buikpijn, gewichtsverlies. Je kunt er bloedarmoede van krijgen. En nog een aantal andere problemen kunnen zich daarbij voordoen die je leven kunnen tekenen. De behandeling van deze chronische ontstekingsziekte bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het tot rust brengen van de ziekte. En het tweede deel is het verschaffen van medicijnen waarmee je op lange termijn de ziekte ook rustig houdt. De laatste 10, 15 jaar zijn er grote sprongen gemaakt in die behandeling en gaat het veel beter. Een van die nieuwe behandelingen die de laatste jaren erbij gekomen is, is een infuus met bijvoorbeeld Remicade. Wat grote voordelen heeft ten opzichte van de eerdere behandelingen. Maar nog steeds is er een belangrijke groep patiënten met chronische darmontstekingen die we niet goed kunnen helpen met medicijnen. En wat dan vaak resteert is een operatie waarbij een deel van de darm wordt weggenomen. Dat is uiteraard iets wat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En bovendien zijn er patiëntengroepen waar je niet veel meer ruimte hebt om te opereren. En een van de resterende mogelijkheden is dan stamceltransplantatie. Dat is nog experimenteel en wij zijn als UMC Utrecht de enige in Nederland in samenwerking met het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein die dit op dit moment mogen doen. Want merkwaardig genoeg, na een stamceltransplantatie hebben patiënten vaak jarenlang geen medicijnen meer nodig en verkeert de ziekte in een hele lange periode weer in een rustiger vaarwater. Hiernaast is een van de grote problemen bij het chronische ontstekingsziekte van de dikke darm het ontstaan van darmkanker. En een van onze onderzoekslijnen richt zich specifiek daarop, waarbij we gebruik maken van onze endoscopische mogelijkheden om dat voor te zijn. De uitdaging zit erin om voor die ene patiënt de juiste zorg te bieden. En daarin proberen wij ons telkens weer te verbeteren. En we denken dat we juist nu en in de toekomst, door alle inzet die wij leveren, dat kunnen waarmaken.